Goedenavond, dames en heren. Het is 7 uur geweest en ik verzoek u allen om plaats te nemen, zodat wij onze oriënterende ronde van 13 september kunnen beginnen. Dank alvast. Goedenavond, dames en heren. Ik heet u allen van harte welkom bij deze vergadering. De publieke tribune zit heel erg vol en dat begrijp ik ook naar aanleiding van de agenda. Ik heet u daarom ook allen van harte welkom. Wij gaan beginnen met de opening, dat is bij deze gebeurd, en de vaststelling van de agenda. Zijn er opmerkingen, dan wel suggesties met betrekking tot de agenda? Wij hebben niks ontvangen. En ik zie nu ook geen reactie, dus de agenda is bij deze vastgesteld. Spreekrecht. Daar hebben zich 5 personen aangemeld om het woord te voeren. Natuurlijk krijgen deze 5 allemaal de ruimte. Ik kijk even achter mij of het iets minder luidruchtig kan. Dank u wel. Er hebben zich gemeld de heer Koopman namens de Stichting Bolder, de heer Magnus, de heer Pijlman, de heer Den Kleef en mevrouw Pol. Het is willekeurig dat mevrouw Pol als laatste genoemd wordt, maar wij beginnen met de heer Koopman namens de Stichting Bolder. Sorry? Meneer Den Hoed. Ah. Meneer Den Hoed namens plaatselijk belang. Ja, nou allemaal. Oké, desalniettemin van harte welkom. De afspraak is plusminus 5 minuten. Afhankelijk van zal ik daar streng op zijn. Het woord is er nu. Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, geachte overige toehoorders. Mijn naam is Martin Koopman, ik spreek tot u namens Stichting Bolder. Onze stichting heeft op de nu voorliggende plannen een zienswijze ingediend. Daarin is onder andere gevraagd om het akoestisch onderzoek over te doen in verband met verschoven posities van geplande turbines. Verschoven richting de gevels van enkele reeds zeer geluidbelaste woningen. Aan ons verzoek is voldaan. Daar zijn we heel blij mee. Bij de stukken is een aangepast akoestisch onderzoek gevoegd, waarbij de verschoven positie van de turbine is rekening gehouden, samen met nog een aantal kleine verbeterpunten. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat alle woningen van derden voldaan wordt, dat bij alle woningen van derden voldaan wordt aan de gestelde wettelijke normen. Weliswaar erg krap. Want in een aantal gevallen wordt de berekende geluidsbelasting groter dan 47 dB, maar in alle gevallen onder de 47,49 dB. De geringere afstand tot de woningen is in het nieuwe onderzoek gecompenseerd door te rekenen met lager geluidsbronvermogen van de turbines, lager dan in het eerdere onderzoek. Die lagere geluidsbelasting wordt gebaseerd op een nieuwere versie van de door de producent verstrekte datasheet. De nieuwe turbines blijken nog minder lawaaiig dan eerder al werd aangenomen. Een kwestie van voortschrijdend inzicht. Van genoemde datasheet zijn nu ook enkele pagina's bijgeleverd. Daar was om gevraagd. De daarin opgenomen waarden voor geluidsemissie zijn in de berekeningen verwerkt. Helaas zonder een onzekerheidstoeslag wegens het ontbreken van testgegevens. In de beantwoording van onze zienswijze wordt hierover gezegd: metingen, berekeningen en berekeningen voor windturbines dienen te worden uitgevoerd conform bijlage 4 van de activiteitenregeling milieubeheer. Onnauwkeurigheidstoeslagen worden daarin niet genoemd. In algemene zin kan worden gesteld dat door juist toepassen van de meet- en rekenregels uit bijlage 4 voldoende nauwkeurigheid wordt verkregen
en dat deze onnauwkeurigheid als zodanige wordt geaccepteerd. Echter, het juist toepassen van de regels veronderstelt dat de invoergegevens op correcte wijze worden overgenomen. En dat is niet helemaal gebeurd, want de cijfers uit de datasheet kennen volgens de fabrikant zelf een onzekerheidsmarge van 1 dB. Althans, dat staat in alle datasheets van deze fabrikant voor turbines die wel reeds zijn getest. Ook in de datasheet voor de nieuwe turbine zal een dergelijke onzekerheidsmarge staan, of een nog hogere. Maar die betreffende pagina is niet bijgeleverd. De genoemde verhoging van 1 dB is niet toegepast in het nieuwe akoestisch onderzoek. Was dat wel gebeurd, dan zou de grenswaarde van 47 dB zeker zijn overschreden. Met de uitkomst van het akoestisch onderzoek lijkt alles prima in orde. Het past allemaal net. Lijkt, dames en heren, want de gehele rekenexercitie blijft gebaseerd op aannames van het geluidsbronvermogen door producent Enercon. Het betreft namelijk een nieuw product van deze producent dat nog nooit is gebouwd. Metingen aan dit type turbine en de daarop volgende certificering hebben nog niet plaatsgevonden. Het blijft dus enigszins natte vingerwerk. Tekentafelresultaten van een overigens zeer gerenommeerd Duits bedrijf. Deutsche Gründlichkeit. Van u wordt door het college gevraagd om nu in te stemmen met de plaatsingsplannen. Om op basis van tekentafeluitkomsten te beslissen. En om naderhand metingen uit te voeren of het allemaal wel klopt. Zie daarvoor de maatwerkbepalingen in de omgevingsvergunning. De Veenwieken wordt daarmee testlocatie. De omwonenden daarmee gedurende lange tijd blootgesteld aan de gevolgen van deze test. Dat moet u niet willen. Stem pas in met deze plannen als uit metingen op een andere locatie verricht is gebleken dat de geluidsproductie van dit type turbine inderdaad overeenkomt met de gegevens van het akoestisch onderzoek. Dat kan door amendering van het collegevoorstel met zojuist genoemd voorbehoud, ofwel pas akkoord indien de tekentafeluitkomsten ook daadwerkelijk in de praktijk blijken te kunnen worden gerealiseerd. In de maatwerkbepalingen in de omgevingsvergunning wordt verder de impact van eventuele overschrijding van de berekende geluidsproductie geheel bij de omwonenden gelegd. Initiatiefnemers krijgen 3 maanden tijd om verbeterplannen te ontwikkelen en vervolgens nog 6 maanden om de plannen uit te voeren, ofwel samen 9 maanden een complete zwangerschapsduur om aan de illegale situatie van overschrijding van wetsgrenzen een eind te maken. Terwijl de turbines al die tijd onrustig doorwieken. Dat lijkt te veel van het goede. U kunt door amendering van het collegevoorstel eisen dat bij gebleken overschrijding van de berekende geluidsproductie het gehele park, dus beide deelinrichtingen, moet worden stilgelegd totdat goedgekeurde verbeterplannen zijn uitgevoerd. Gaat volledige stillegging u te ver? Dan kunt u vastleggen dat in de tussentijd geluidsproductie van het gehele park moet worden teruggebracht door alle turbines permanent terug te regelen naar operatiemodus 2. Dank u wel voor uw aandacht. En dank u wel. Als u even wilt blijven staan, dan kijk ik of er vragen dan wel opmerkingen zijn. Ik zie de heer Jonkhans als de heer Rodemond. Nou, de heer Jonkhans. Ja, u geeft aan dat die onzekerheid aangegeven wordt door de fabrikant. Er kan 1 dB meer zijn, maar het werd ook minder. Ja, heeft u dat ook doorgerekend wat dan het uiteindelijke effect zou kunnen zijn? We hebben geconstateerd dat precies de opgegeven waarde, dus zonder die verhoging van 1 dB... of verlaging van 1 dB, is gebruikt in de meting. Dat is jammer.
in ons perspectief. Want anders zou gebleken hebben dat, zeg maar, tenminste een aantal panden, niet alle panden, maar een aantal panden, boven die 47 dB uitkwamen. Ook boven de 47,49 dB. Maar werkt dat dan op zo'n manier lineair door? Dat als je dus het bronvermogen zeg maar, met 1 verhoogt, dat dan in de uitkomst dat ook 1 is? Nee. Maar er is zeg maar een hele kleine marge bij een aantal panden, bijvoorbeeld aan de Van Rooijers Hoofdwijk nummer 5. Of bij de Driehoekweg, nummer 26, daar komen we uit op meer dan 47, namelijk 47,36. Daar heb je helemaal niet veel verhoging voor nodig om zeg maar, boven de grens te komen. Mijn eerste zeg maar, reactie toen ik het nieuwe geluidsonderzoek was even kijken wat zijn de uitkomsten. Hé, merkwaardig. We hebben een kortere afstand. En dat checkte ik, ja dat klopt, we hebben een kortere afstand, maar toch was die grens niet overschreden. Was wel mijn verwachting bij het begin van de exercitie. Toen vond ik dat het brongeluid naar beneden was aangepast. En dat kwam, bleek uit een voetnoot, omdat gebruik is gemaakt van een nieuwere sheet, waarin de nieuwere ontwikkelingen keurig staan verwerkt. Prima, we krijgen dus op termijn een nog stillere turbine. Maar dat heeft wel tot gevolg dat in dit geval, zeg maar, net nog steeds werd voldaan aan de norm. Behalve dan, en dat is een prettige uitkomst, behalve dan dat eigenlijk gerekend had moeten worden, niet met die 105 decibel bronvermogen, maar met 106. Tenzij natuurlijk in de datasheet, die bij deze nieuwe ontwikkeling hoort, een nog hoger percentage dan 1% staat. Bij alle andere turbines staat er steeds 1%. Ik ga even onderbreken, want het wordt heel technisch, denk ik, op deze manier. Ik kijk even naar meneer Jonkhans. Is uw vraag beantwoord? Deze vraag is wel beantwoord. Ik had nog een andere vraag. Ik begreep niet helemaal goed. Moet dan in uw ogen, als die grenswaarden worden overschreden, het hele park worden stilgelegd? Of alleen de turbine die het dichtst bij staat? Of nee, teruggeschakeld? Zeg maar, de grenswaarde wordt over. Dus mocht de turbines meer geluid maken, dan moet in onze optiek eigenlijk het gehele park worden stilgelegd. Want de berekening aan de gevels gaat uit van het gecumuleerde effect van het gehele windpark aan ieder van de gemeten gevels. Als dat niet klopt, dan is het logisch om te zeggen van het gehele windpark zou minder geluid moeten maken. Het meest ideale is daarbij stilzetten van de hele hap totdat zeg maar, alles is verbeterd. Als dat niet mogelijk is, dan tenminste terugregelen van alle turbines permanent tot het lage geluidsniveau. Dank u wel. Ik denk dat dat heel helder is. Het staat ook helder in uw betoog. Dat krijgen de raadsleden allemaal bij de stukken met betrekking tot deze oriënterende ronde. Ik ga even door naar meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Het grootste deel van mijn vraagteken is al weggenomen. Eén vraag nog en ik wil u verzoeken om zoveel mogelijk buiten de techniek te blijven. Ik snap uw bewegingen. U heeft zich natuurlijk heel veel verdiept in deze materie. Maar goed, toch even proberen. Wat is voor u acceptabel wat betreft die geluidsbelasting? En dan hebben we het misschien over een maximum of over een gemiddelde. Nou, zeg maar, we hebben al in vele ronden gepleit van dit proces. Want dit is niet voor het eerst dat we hier bij elkaar zijn.
We hebben al in vele ronden gepleit voor een hele andere normering dan de LDN-norm die is opgelegd door minister Kramer. Wij willen graag een, zoals de zaak vroeger geregeld was, een geluidsnorm met een maximum. Daarover bent u allemaal ook de laatste tijd nog benaderd door een vriend van mij. Maar, ik denk niet dat we het daarover nu moeten hebben. Ik zou een groot voorstander zijn van zo'n norm voor dit stille gebied. Als ik mij persoonlijk vraag. Maar goed. Oké, dank u wel voor uw inbreng en dank voor de beantwoording van de vragen. Dan gaan we nu over naar inspreker nummer 2, de heer Mangus. Het woord is aan u. Ja, dank u wel. Even, ik opstaat toch. En dan kunnen we vast beginnen. Goed. Mijn naam is Karel Magnus en ik wens u vanavond alle hartelijk welkom op deze inspreekavond, college, raadsleden en toehoorders. Ik spreek ook namens de stichting Boldor en het is ook niet de eerste keer dat we hier over dit onderwerp voor de desk staan. In het Pondera-rapport onderzoek akoestiek en slagschaduw windpark de Veenwieke, wat gemaakt is naar aanleiding van ook wat de heer Koopman zei, de verschuivingen, is een nieuw onderzoeksrapport opgesteld. Dat is 1 augustus gepubliceerd. En in dat rapport is een tabel opgenomen met bedrijfsinstellingen. Dat wil zeggen dat er een tabel is waarin staat van alle turbines hoe ze ingesteld zouden moeten worden om vervolgens aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. En niet alleen aan de geluidsnormen, maar ook aan een abonnement van mevrouw Rieken Knippers uit Provinciale Staten, aangenomen op 11 november 2015. En hier in de gemeenteraad op 17 november 2015 ook geaccordeerd over het toepassen van mitigerende maatregelen. In dat amendement wordt heel duidelijk gevraagd om een uitwerking van de plannen zonder de noodzaak van mitigerende maatregelen. En ik zal even citeren uit het amendement. De initiatiefnemers te verzoeken in het nu lopende traject met een nadere uitwerking te komen waarmee minimaal wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen, waarbij geen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, en de resultaten daarvan vast te leggen in het ontwerpsinpassingsplan of ontwerpbestemmingsplan. Kijken we dan nu even naar die betreffende tabel. Dit is de betreffende tabel. U ziet links de turbines 1 tot en met 10, dag, avond en nacht. En daarachter ziet u een streepje of OM2 staan. Dat streepje betekent dat de turbine in de standaardmodus draait, oftewel de OM0. En de andere betekent een operationeel mode 2 met een lager toerental, een andere wiekhoek of misschien nog andere trucken. Maar in ieder geval een lager vermogen en een lagere geluidsproductie. Omdat het eigenlijk heel simpel is, hoe meer vermogen, hoe meer geluid. Dus de enige manier om met de huidige turbines aan een lager geluidsniveau te komen, is domweg te zorgen voor een lager opgewekt vermogen. Kijken we nu naar deze tabel, dan is het heel duidelijk. Er wordt niet voldaan aan het amendement om geen mitigerende maatregelen toe te passen. Want een mitigerende maatregel is een maatregel bedoeld om negatieve effecten te verminderen of weg te nemen. Nou, dus heel duidelijk, het ene moment wel, het andere moment niet. Dus van de dag naar de avond voor bijvoorbeeld turbine 1 wordt duidelijk een mitigerende maatregel toegepast. Waarom komt men toch met dit voorstel? Omdat in de nota van beantwoording, inspraak en overleg voor ontwerp een eigen interpretatie is gegeven van het amendement zoals dat ingediend is. En de reden is natuurlijk duidelijk. Zonder dit lukt het niet. En als je dan toch dit wilt, dan zul je er een reden voor moeten bedenken. Maar goed,
naar mijn mening niet juist, omdat het amendement op zich heel eenvoudig en duidelijk is. Geen mitigerende maatregelen. En dat betekent dat wij dan ook van mening zijn dat deze tabel aangepast zou dienen te worden. Dat wil zeggen dat turbine 6 continu in de nulmode, dus de normale standaardmode, zou kunnen draaien. En dat alle andere turbines permanent in de OM2-mode zou moeten staan. Dan voldoe je dus aan het amendement om te werken zonder mitigerende maatregelen. En indien een akoestisch onderzoek correct is uitgevoerd, dan heeft het ook nog een aantal voordelen. Dan wordt ten alle tijde aan de geluidsnorm voldaan. Heel simpel, omdat ze dan in de technische uitvoering gewoon vastgelegd zijn. Dan hoeven we niets eigenlijk te meten, dan hoeven we niet ons af te vragen of het allemaal wel klopt. Dan ligt het gewoon vast in de techniek. Heel simpel, heel duidelijk. En dat was volgens mij ook de bedoeling van het amendement. Het uitgevoerde akoestisch onderzoek, gebaseerd op deze mitigerende maatregelen zoals in de tabel staan. En in de beantwoording van zienswijze van 1 augustus 2016, daarin staat vermeld dat u als raad door vaststelling van de nota van beantwoording, inspraak en overleg van 22 april 2016 in feite ingestemd hebt met het initiatiefnemers gekozen interpretatie van het amendement. Nou, volgens mij en volgens anderen heeft deze raad nooit die nota vastgesteld, maar is dit alleen door het college gebeurd. Mocht de uitvoering middels mitigerende maatregelen uit deze tabel wel de juiste interpretatie zijn van het amendement, maar dat is aan u ter beoordeling, dan leidt de opmerking bij een zienswijze die handelt over het opnemen van deze tabel in het maatwerk als volgt. De gemeten waarde kan tevens lager zijn, zodat op basis van de aangevraagde bedrijfsinstelling in tabel 2.2 van het akoestisch onderzoek zeker kan worden voldaan aan het jaargemiddelde geluidsniveau volgens maatwerkvoorschrift 1.1. Het is dan ook mogelijk om vaker in de standaardmode te opereren. Naar aanleiding van de zienswijze hebben wij maatwerk dan ook aangepast. Hierin wordt dus eigenlijk heel duidelijk toegegeven dat als het even kan, dan gooien we het gas erop. En dat was nou dus juist niet de bedoeling, want dat is nou precies de definitie van een mitigerende maatregel. En ik denk dat mevrouw Rickert dat ook heel goed begrepen heeft, omdat ook voor mijn gevoel het heel onlogisch is dat iemand die wil produceren gevraagd wordt dat rustig aan te doen. Daar kun je gewoon niet op rekenen. En dan zijn we al de hele tijd bezig met een slager die zijn eigen vlees keurt. En ik wil u dan ook dringend verzoeken om te amenderen en de vast te stellen tabel voor de bedrijfsvoering van de turbines op een juridisch correcte wijze wordt opgenomen in de omgevingsvergunning of enig ander bindend document of voorschrift. Kortom, we leggen gewoon van tevoren precies vast hoe het moet werken. Dat doen we ook voor de hoogte. Dat hebben we ook gedaan voor de rotorhoogte, de grootte van de rotor. Dus dat kan ook best voor deze gegevens. Die passen daar uitstekend bij. En dan krijgen we een hele duidelijke en heldere situatie. Omdat die tabel, als die dwingend in de omgevingsvergunning staat, voor iedereen duidelijk is. Hij is makkelijk controleerbaar, want je kunt het dan toerental zo zien. Even vanwege de tijd. Ja, ik ben er kant aan veranderen. Hij is goed te handhaven. Je kunt het tussentijds doen, maar jaarlijks ook aan de hand van de vastgelegde gegevens. Het is een heldere en transparante norm, zou je kunnen zeggen, oftewel afspraak. Hij is denk ik ook goed en eenvoudig uit te leggen zonder allerlei moeilijke akoestische verhalen. En ik denk ook dat dat het herstel van vertrouwen bij omwonenden zou kunnen betekenen. U kunt dit bewerkstelligen door te amenderen dat of de gewijzigde of de nu opgenomen tabel 2.2... uit de bedrijfsvoering moet worden opgenomen in de omgevingsvergunning, zoals ook ashoogte en dergelijke worden omschreven. Ik dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Nee, dat is niet het geval. Dank. Ja, okay. We gaan door naar de volgende inspreker, de heer Pijlman. Ik begrijp dat u wilt wisselen. Dan de heer Den Hoed. Nou. Uitwerpen. Ja. Maar goed. Goedenavond. Ik ben Mario Den Hoed. En ik ben woonachtig in
Ommekanaal. En daar zit ik ook in plaatselijk belang, buurtschap Ommekanaal. Geachte collegeleden, leden van de raad en andere belangstellenden. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om in te spreken namens plaatselijk belang, buurtschap Ommekanaal. Het lijkt erop dat wij als omwonenden er niet in geslaagd zijn u ervan te overtuigen dat het eigenlijk geen goed plan is om het windpark de Veemwieke op deze plaats te realiseren. Ons woongebied is, vinden wij, daarvoor gewoon te klein en de plannen zullen, denken wij, de leefbaarheid van het gebied niet ten goede komen. Wij willen er echter wel blijven wonen en zullen, mocht onverhoopt het plan doorgang vinden, de mogelijke gevolgen van het windpark op ons als bewoners van het gebied tot een minimum willen beperken. En daar ook enige zeggenschap in willen bouwen. Zoals u allen weet bestaat het windpark uit twee verschillende initiatieven. Ligt het windpark op het terrein van twee verschillende gemeentes, waarvan één gemeenteraad is overroeld door de provinciale staten. Het park wordt gerealiseerd aan weerszijden van de gemeentegrens, waarbij beide initiatieven windmolens hebben aan beide zijden van deze grens. Al met al een vrij complex project als het gaat om handhaven van alle gemaakte afspraken. En wij als omwonenden weten eigenlijk niet wie onze belangen nu eigenlijk nog echt verdedigt. Om de omwonenden een stem te geven in de handhaving en hierin helderheid te scheppen, willen wij u voorstellen dit aan de voorkant te regelen en wel door het verplicht instellen van een waarborgcommissie. Deze waarborgcommissie kunt u zien als een omwonende overleg met de exploitanten en de bevoegde gezagen. De omwonenden kunnen wanneer ze hinder ondervinden van de molens bij deze commissie terecht. Omdat ze zelf een afvaardiging hebben in deze commissies, is het duidelijk waar zij terecht kunnen en is de drempel laag. Het van de kastje naar de muur verhaal wordt zo voorkomen. Deze commissie moet het recht hebben om gegevens op te vragen van geproduceerd geluid, slagschade of betreffende andere facetten en opdracht te kunnen geven om onderzoek te doen naar klachten. Wanneer afspraken worden geschonden, heeft deze commissie ook het recht de molen stil te zetten, tot de situatie weer in het gereel is. De kosten van deze commissie moeten worden meegenomen in de exploitatierekening van de exploitanten. Door het verplicht opnemen van dit omwonende overleg in de vorm van een waarborgcommissie met bevoegdheden kunnen exploitanten misschien winnen aan draagkracht voor hun plannen in het gebied. Omwonenden behouden op deze wijze namelijk enige zeggenschap over de leefbaarheid van hun woongebied. Dank u voor de aandacht. Dank u wel voor uw inbreng. Ik kijk even de raad rond. Ik zie de heer Jonkhans, ik zie de heer Rodermond. Dan beginnen we voor de afwisseling bij de heer Rodermond. Mogen mijn dank onmetelijk zijn. Meneer Den Hoed, u geeft aan de waarborgcommissie, zoals u dat voorstelt, mm-hmm, een behoorlijk mandaat mee, wat mij betreft. Klopt. En u zegt dat dit waarschijnlijk het draagvlak voor dit initiatief iets dikker zou maken. Laten we het voorzichtig zeggen. Dat mag je verwachten, ja. Mijn vraag is echter, omdat dat mandaat zo stevig is en omdat dan de omwonenden zo goed zijn vertegenwoordigd in een dergelijke commissie, kan ik me ook voorstellen dat juist het draagvlak minder wordt, omdat je nu een instrument hebt om te blijven vechten, als het ware, tegen initiatief. Deelt u die mening? Nee, die mening deel ik niet. Je moet de commissie zuiver zien als iemand die, of als een commissie die de afspraken gewoon bewaakt. Ik bedoel, ja, op een gegeven moment, als de hamer gevallen is, dan heeft het geen zin meer om argumenten te blijven halen. Dan moet je gewoon leven met de bestaande situatie. En dat zullen wij wel moeten. En dat willen we ook wel. Maar goed, ik heb al opgesomd hoe ondoorzichtig belangen zijn en de drie bevoegde gezagen hebben mee te maken. Nou, het is voor ons als omwonenden wel een onduidelijk iets. En als je nu enige duidelijkheid kan verschaffen, waar ook nog mensen van dichtbij gewoon
inzitten, hè, mee kunnen praten, dan denk ik dat het voor mensen wat prettiger is. En ook dat ze weten van oké, we weten in ieder geval waar we terecht moeten als het fout gaat. Want moet luisteren, eerlijk, wij weten natuurlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Ja. Dank u wel, meneer Jonkhans. Ja, mijn vraag was eigenlijk van, heeft u dit ook al voorgelegd aan de initiatiefnemers? En wat was hun reactie daarop? Ja, ik heb twee keer een zienswijze ingediend, waarin dit voorstel stond. En alle tweede keren werd er mij verteld van, nee, dat is niet nodig, want dat is allemaal wettelijk geregeld. Maar goed. Maar die zienswijze heeft u waar ingediend? Nou, op het vorige, mijn zienswijze op het vorige plan, het ontwerpplan. Ja, nee, dat is hier. Nee, maar ik bedoel gewoon naar de initiatiefnemers van uw plan. Dat zijn niet. Nou, ik heb er nooit, tet aan tet hebben wij er nooit over gesproken, nee. Nee, want het lijkt mij namelijk, als u zo'n voorstel doet, is het wel handig dat u daar ook de anderen van op de hoogte stelt. En ook handig voor ons om te weten of dat ook daarbij gedragen wordt. Nee, maar dat klopt, maar dat doe je dus. Dat heb ik dus gedaan middels het twee keer te vermelden in een zienswijze in het verleden. En dus de initiatiefnemers hebben natuurlijk via de bureaus die vragen beantwoord hebben. En ik ga ervan uit dat ze daar wel bij betrokken worden. Dat weet ik niet. Maar de mogelijkheid gehad om kennis te nemen van het initiatief. Ik bedoel, die zienswijze die je niet voor niks in. Die dien juist om kenbaar te maken aan de mensen die de plannen hebben. Ja? Wat jouw idee is en wat mogelijk is. En op zich lijkt het me ook helemaal geen verkeerde instelling. Want zowel de exploitanten als de bevoegde gezagen, die natuurlijk handhaving in hun portefeuille hebben, als omwonenden zitten gewoon gedrieën in de commissie. Maar gewoon, ik wil het voor de omwonenden gewoon toegankelijk maken. U hebt net het verhaal gehoord van meneer Koopman. Nou, kunt u zich voorstellen hoe iemand die daar woont daar een klacht van moet formuleren? Nou. Zijn er ook vergelijkbare commissies elders in het land bij soortgelijke initiatieven? Nou, ik weet dat het ooit genoemd is in een rapport van een onderzoek naar verhoging van draagkracht. Daar ben ik het voor het eerst tegengekomen. Ik heb op dit moment nog geen weet van het bestaan van zo'n commissie, maar dat zou na kunnen gaan. En natuurlijk zal het idee verder uitgewerkt moeten worden, maar ik vind van belang dat we dat van tevoren doen en niet daarna. Het moet geen wassen neus zijn. Dank u wel. Heel helder. Dan gaan wij, ik denk om meneer Pijlman nog even adem te gunnen, door naar mevrouw Pol. Dank u wel. Ik zeg gelijk maar van start. Ik ben Simone Pol en ik ben aanwonende aan de Driehoekweg 26a. En ik maak me zorgen. Zorgen over geëikte zaken als herrie, zicht en schaduwwerking in ons kleinschalig landschap. Waarin windmolens worden geplaatst die een in ruimtelijk opzicht dominerende gedrochten worden, naar mijn mening. Ik maak mij zorgen om de aanwonenden die van deze kolossen last gaan hebben en eigenlijk de koppen hebben laten hangen omdat het toch niets meer uitmaakt wat je doet of zegt. Ik maak mij zorgen over het gevoel dat dit plan nu, na bijna 12 jaar, er met stoom en kokend water doorgedrukt gaat worden om de norm van 2020 maar te kunnen halen. Waarbij komt dat ervan wordt uitgegaan dat de noodzakelijke radarverplaatsing van Nieuw-Millingen, die dit plan mogelijk zou maken, in 2018 gerealiseerd is, terwijl hier nog geen enkele actie op is ondernomen. Ik maak mij zorgen over het nut van windmolens, omdat deze subsidieslurpen steeds minder rendabel worden. De Nederlandse Windenergie Associatie waarschuwde onlangs nog dat nieuwe projecten voor windenergie nauwelijks nog rendabel zijn te maken. Na de subsidieperiode moet de molen, na terugbetaling van de investering, ook tegen de reguliere stroomprijs rendabel zijn. De kans bestaat dat bij schade zo'n molen niet wordt gerepareerd, want bij de huidige energieprijzen worden dergelijke herstelwerkzaamheden niet meer terugverdiend. Het zal dus niet verbazen dat lagere opbrengsten ook leiden tot achterstallig onderhoud. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als zo'n molen in de brand vliegt of als de rembeveiliging hapert. Hiervan laat ik voor de beeldvorming een filmpje zien. Als het lukt. Ach, sorry. Ik ben wat modernere technieken gewend. Ik doe het met de muis. Hey.
Dit gebeurt er als de rembeveiliging hapert. Nou, ik denk dat we genoeg hebben gezien. Ik maak mij dus ook zorgen om veiligheid. Niet alleen van mijn eigen kinderen, maar ook van die kinderen van onze achterburen, waar molen 8 al erg dicht op de gevel staat. En deze kinderen spelen in een achtertuin die nog dichter op die molen is gesitueerd. Deze molen is in de nieuwe plannen ook al dichter op onze woning komen te staan. Waarom? Waarom wordt de veiligheid van uw inwoners minder belangrijk geacht? Er zijn allerlei wetenschappelijke berekeningen in de rapporten verwerkt om aan dit probleem tegemoet te komen. Maar omdat dit gebaseerd is op aannames, blijft dat knagende gevoel bij mij aanwezig. Als er een wiek uit ons dak steekt of een van mijn dochters omvergeworpen wordt door iets dat toch iets verder komt dan de aangenomen werkafstand, schuift het bevoegen zag de verantwoordelijkheid af op de initiatiefnemers, terwijl wij van u verwachten dat u ons beschermt. En dan te bedenken dat onderhoudsmonteurs niet binnen een straal van 400 meter van een draaiende molen met een ashoogte van 80 meter mogen komen. Deze molens zijn 100 meter. In de MER staat dat er cumulatieve effecten kunnen optreden wanneer de turbines binnen een afstand van 300 meter van elkaar staan. Een defect aan de ene turbine kan een defect aan de andere turbine veroorzaken. Aangezien de afstand tussen de turbines Noord-Zuid slechts 300 meter bedraagt en in verband met veiligheid een afstand van 5 keer de radiatormeter wordt geadviseerd, maak ik mij hier ook ernstig zorgen over. In het onderzoek van de RIVM staat dat de werpafstand bij een ashoogte van 80 meter ongeveer 500 meter is. Bij een brand in Coevorde zijn bij slechts een matige wind brokstukken van een turbine op een afstand van ruim 1200 meter op een woning terechtgekomen. Wij zitten met ons woonhuis niet alleen binnen deze marge. Ons woonhuis staat op 435 meter. Het woonhuis van ons achterbuur op 415, vanaf de gevel gemeten. Maar met ons zitten meerdere gezinnen aan de driehoekweg in deze situatie. Ook over de geluidsnorm maak ik mij zorgen. Hij wordt op de 100ste achter de komma net voldaan aan het maximaal gemiddelde, want 0,49 wordt afgerond naar beneden. Maar ook dat is gebaseerd op een aanname. Kunnen we dan misschien aannemen dat de molen achter ons huis meer dan geregeld moet worden stilgezet om de geluidsnormen in de juiste proporties te houden? En ook voor de enorme hoeveelheid slagschaduw moet deze molen regelmatig worden stilgezet. Wat is dan het nut van deze molen? Ik maak me ernstig zorgen over de zorgvuldigheid van dit proces. Natuurlijk heb ik een zienswijze ingediend die onzorgvuldig is beantwoord. Immers, er wordt gezegd dat de zienswijze van Stichting Boldor integraal is overgenomen in onze zienswijze. Maar dat is niet het geval. Daarnaast was in het vorige rapport het huisnummer van ons verward met dat van onze achterbuurman. Dit is inmiddels hersteld, evenals de afstand tot de molen vanaf hun achtergevel, die dus uiteindelijk veel dichter op de molen is gesitueerd. Maar de L-DEN en L-NIGHT-norm is niet aangepast. Dit geeft te denken. Ook is de wijziging in huisnummer niet helemaal consequent doorgevoerd. Zie rapport Pondera, bladzijde 18, tabel 4.2. Daarnaast zijn er met name op het gebied van de communicatie ernstige fouten gemaakt. Een brief aan mij verstuurd uit naam van de gemeente Ommen, die door de gemeente Hardenberg verstuurd had moeten zijn. Een brief die dubbel gestuurd is naar mijn achterbuurman en niet naar ons. Een brief die geadresseerd was aan mijn 2-jarig achterbuurmannetje die natuurlijk nog niet lezen kan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Mijn bezorgdheid over een zorgvuldige gang van zaken wordt hierdoor alleen maar versterkt. U als raad kunt hier nog iets aan doen. U bent nu aan zet. Kortom, kiest u voor het met planologisch geweld doordrukken van windmolens met blijvend verzet van een groot deel van de omwonenden en met vernietiging van het kleinschalig landschap? Of kiest u voor bestuurlijke ongehoorzaamheid, het aanpassen van het plan door de windmolens verder af van de aanwonenden te laten plaatsen? Of zelfs minder plaatsing, bijvoorbeeld 8 in plaats van 10 windmolens. Voor een zelfbewust bestuur dat ons vraagt naar de stembus te gaan, is de laatste keuze volgens mij volkomen legitiem. Bedankt voor uw aandacht en ik wens u veel wijsheid in deze keuze toe. Dank u wel. Ik kijk even de zaal rond of er vragen zijn. Meneer Jonkans, hij heeft een abonnement gemaakt. Gaat uw gang. Ja, u heeft een calamiteit laten zien. En ja, dat is zeer ernstig. Maar de ernst van een calamiteit is altijd ook de, moet je ook altijd de kans mee rekenen. Heeft u ook enig inzicht wat de kans is dat een dergelijke calamiteit zich voordoet? En wat dan de gevolgen zijn?
Nou, de gevolgen heeft u kunnen zien. Er breekt van alles van die windmolen af en die komen niet op 200 meter zoals in het rapport wordt vermeld, maar op maximaal 1200 meter terecht. Dat betekent dat het in meerdere woningen zou terecht kunnen komen. De kans dat zoiets gebeurt is, als ik het goed heb, 4% op jaarbasis. Maar dat weet mijn man precies. Dat weet ik niet zo uit het hoofd. Maar daar kan ik wel. Bedoelt u daarmee dat 4% van de windmolens per jaar, van alle windmolens die er staan, zo'n ongeluk meemaken? Op de 15, ik weet het niet meer precies. Dit is een moeilijke vraag, die moet ik even met mijn achterban overleggen. Ik stel voor dat u dat doet tijdens de inbreng van de heer, goed kijken, de heer Pelman. En dan kunt u daarna nog even terugkomen. Ja, ja, prima. Dank u wel. Goed, hartelijk dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Rob Pelman. Ik ben woonachtig aan de Driehoekweg 26 en dat is de woning die mevrouw Pol net noemde op een afstand van 415 meter. In de afgelopen jaren hebben natuurlijk de verschillende betrokkenen vanuit de verschillende belangen met elkaar steeds vanuit het eigen belang de strijd aangegaan. Dus dat betekent ook vanuit omwonenden dat we natuurlijk met name bezig zijn geweest om te kijken van joh, wat kunnen we doen om die plannen te laten veranderen en bij voorkeur niet door te laten gaan. U staat aan de vooravond van een belangrijk besluit. En ik realiseer me dat u al die belangen tegen elkaar moet afwegen. Ik hoop vanuit mijn hart dat de plannen niet doorgaan, maar ik ben realist genoeg om te realiseren nu die plannen allemaal net binnen de normen lijken te zijn. En natuurlijk ook kijkend naar de afgelopen jaren dat de kans op een ja aanwezig is. Nou, waar ik eigenlijk graag op in wil steken is op het moment dat de keuze ja is, dan betekent dat kijkend naar de Europese normen, dat daaraan voldaan wordt, tenminste vanuit de provincie en vanuit Hardenberg. De initiatiefnemers, daaraan wordt ook al voldaan, die hebben natuurlijk één belang en dat is rendement. Ik heb zelf een bedrijf en dat is het enige belang. En uiteraard wil je dan rekening houden om dat belang ook daadwerkelijk vorm te geven. En dat betekent dat zij investeringen doen, dat hebben ze al gedaan, maar nu dadelijk grote investeringen. En dat op dat moment, als straks de molen draait, dan het rendement langzamerhand terugverdiend wordt. Ik wil u graag eigenlijk bewust maken van het feit dat op het moment dat het besluit ja is, dat zeker de groep dicht omwonenden direct mee investeren. Uit onderzoek blijkt dat jarenlange studies hebben uitgewezen dat wanneer windmolens op een bepaalde afstand van onroerend goed komt, dat onroerend goed met waarde afneemt. En dat betekent bij een gemiddelde van ongeveer zo'n 3,5 ton van onroerend goed bij ons in de buurt. Die van mij is iets hoger, maar goed, bij een gemiddelde van 3,5 ton betekent dat direct wetenschappelijk aangetoond dat ongeveer tussen de 10 en 12,5% is. En laten we voor het gemak daar 10% van maken, dat het ongeveer een €35.000 is. Nu heb ik plannen gezien van een partij die zegt van ja, weet je, het is belangrijk om met name het draagvlak, om dat in de omgeving zo groot mogelijk te laten zijn. En die kwamen met een plan en dat is dat je dan, geloof ik, 7400 kilowatt aan stroom tegen 5 cent over 2 jaar krijgt als je dicht in de buurt woont. En dat je enorm mee mag investeren. Je mag twee obligaties kopen van €500. En daar krijg je dan, als je dicht in de buurt woont, een rendement van 7%. Woon je iets verder weg 6%. En woon je op nog grotere afstand 3,5%. Nou, dat is zeg een paar honderd euro. En als ik kijk naar de investering die omwonenden doen, die eigenlijk veel liever hun woongenot en dat soort zaken nog niet eens meenemen, ja, dan zou ik eigenlijk een verzoek willen doen, mocht u besluiten om voor een ja te kiezen, dat u dan ook rekening houdt, hè, dan heeft u besloten voor een ander belang, en dat begrijp ik, ook al doet me dat verdriet, maar dat u dan in ieder geval de belangen van de nabije omwonenden meeneemt. En op de vraag, heeft u dat wel eens aangekaart, zeg ik nee. Want tot nu toe was altijd al mijn energie gericht op het voorkomen van windmolens. Maar ik sta hier vandaag
met een redelijke realismezin. En ik vraag dus ook de politiek om daar wat dat betreft op het moment dat die keuze er is, ook de belangen van die omwonenden meer mee te laten wegen in de voorstellen dan zoals die er nu liggen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn pleidooi. Ik hoop dat daar een aanpassing in gedaan kan worden. Dank u wel. Het is in elk geval een pleidooi vanuit het hart. Ja, klopt. Ik kijk even de zaal rond of er vragen zijn. Nee, het was helder. Jammer. Ik kan ze niet dwingen. Ik kijk even naar mevrouw van der Pol. Mevrouw Pol, moet ik zeggen. Of u het antwoord heeft op de vraag van meneer Jonkans. Nou, ik heb het even nagevraagd bij mijn achterban. En ongeveer 0,5% van de molens faalt op jaarbasis. Dus dan kunt u zelf uitrekenen hoe dat met de Veemiek is. Valt die uit of explodeert die zoals u liet zien? Nou, falen is niet alleen uitvallen is, of exploderen, maar er kan ook iets anders gebeuren natuurlijk. Het kan dus ook gewoon een technische storing zijn waardoor die stilstaat en gerepareerd moet worden. Hij faalt, dus als daar een technische storing onder wordt bewezen, dan is dat inderdaad zo. Maar goed, het kan dus gebeuren in enkele gevallen. En er zijn meerdere gevallen bekend, maar die in Coevorde, die brand, dat is natuurlijk wel een hele heftige. Waarbij engere dingen gebeuren met die windmolens. Dat breken ook wel eens wieken af, of delen van wieken. De wegwerpafstand van sommige ijsblokken is 500 meter bijvoorbeeld. Als er vogels tegenaan vliegen, worden die ook weggeworpen. Dan zijn ze wel dood, maar goed, als die die tegen je aankrijgt, is het ook niet heel gezellig. Dus, ik denk dat dat heel duidelijk is. En als de heer Jonkans nog meer daarover wil weten, kan hij ook zelf nog wat research doen. Ik denk dat u heel duidelijk bent geweest. Dank u. Dan dank ik alle insprekers voor hun tijd en hun energie om hier het woord te nemen. Ik denk dat wij op dit moment dan overgaan naar het vervolg van de agenda. En dat is aan deze raad om de vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitscriteria en verlenen omgevingsvergunning voor windpark te Veemieken. Ik kijk de zaal rond en stel de vraag welke fractie het woord wil voeren. Meneer Botter, meneer Rodemond, mevrouw van den Hoek, meneer Mulder. En meneer Breukelman. Ah, sorry, en meneer Jonkans. Nou, ik heb het CDA nog niet gehoord, dus het woord is aan meneer Breukelman. Mevrouw de voorzitter. Oh, sorry, meneer Bok. Ook u komt aan de beurt. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een lang project waarover hier al vaak gesproken is in deze zaal. Waar ook al het nodige van gevonden is. Door de merren, door de aanvullingen die gepleegd zijn. Een aantal vragen vanuit onze zijde hier in de eerste termijn van de oriënterende ronde. Dat komt ook dankzij de insprekers. En ik wil het college dan ook vragen om ook in te gaan op het verhaal van de cijfers die gebruikt zijn. Hè, van de argumenten van de heer Koopman over de DB's die gebruikt zijn voor de berekeningen. Graag daar een antwoord op van het college. Ik heb ook een vraag over het verminderde wattage dat geleverd zal worden als gevolg van die radarproblematieken. Wat is de zienswijze van het college daarop, ook als je kijkt in het licht van de doelstellingen die gehaald dienen te worden? De participatieplannen die we gezien hebben, samenvattingen daarvan, werd net ook aangerefereerd door de laatste inspreker. Ja, de vraag die we hebben, wat is de positie van het college straks na het besluit? Hè? Stel, het besluit wordt positief, hoe gaat u als college dan verder? Want in de stukken wordt beschreven dat u daar nog een laatste zeggen in heeft. Voorzitter, de complexiteit en over de handhaving is genoemd. Ook daar graag een helder antwoord over. Hoe zit het met de handhaving? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En daar wou ik het in de eerste termijn even bij laten, voorzitter. Oké, dank u wel. De heer Mulder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook mijn fractie
ja, heeft dit geheel natuurlijk al vanaf 2004 gevolgd. En er zijn dus diverse momenten geweest dat er inspraak was en diverse momenten dat het plan is weer opgepakt. Het heeft een aantal jaren stilgelegen. En nu komen wij eigenlijk tot het moment dat we het bestemmingsplan gaan vaststellen en de omgevingsvisie. Ja, mijn fractie heeft eigenlijk nog wel een paar vragen, en dan met name over het geluid. Voor de geluidsbepalingen is uitgegaan van een bepaalde type windturbine. En ja, onze vraag is dan eigenlijk van, wordt nou daadwerkelijk die windturbine geplaatst? Want als die niet geplaatst wordt, dan moet je eigenlijk weer met nieuwe cijfers komen om weer te voldoen aan datgene wat gevraagd wordt door de wetgever. Dus wordt deze turbine nu wel geplaatst of wordt deze turbine nou niet geplaatst? Of heeft iedereen daar nog weer een tal van mogelijkheden bij? Dan nog even over de slagschaduw. Op basis van artikel 13, of artikel 3, 12, de punt 12, lid 2 van de activiteitenregeling, kan de gemeente aanvullende maatregelen, maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder van het geluid. En de vraag van de ChristenUnie aan het college is van, heeft het college nog overwogen om die maatwerkvoorschriften op te rekken en dan te zeggen van, wij willen volledig daar invulling aan geven en niet te zorgen dat er een slagschaduw ontstaat. Want er wordt in het stuk wordt geschreven dat er een verlies zal zijn van 0,17% bij een 100% productie. Nou, die 100% productie wordt niet gehaald. Dat blijkt ook wel uit de mitigerende maatregelen die gesteld moeten worden. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat we hebben het over een verlies van 0,3. Nou, dan wordt het toch wel erg weinig. Dus vraag aan het college, heeft het college nog overwogen om dit te gaan aanscherpen en zeggen van nou, gezien het verlies dient de initiatiefnemer dat volledige verliesmaat te nemen. Dan hebben we nog iets over planschade. Er wordt wel heel nadrukkelijk aangegeven dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de planschade. Maar er wordt toch nog weer iets ruimte gegeven in de stukken dat wanneer het onvoorzien is, dat dan toch de initiatiefnemer er weer voor weg kan komen. De vraag aan het college is van blijft hoe dan ook ten allen tijde de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de planschade en kan de planschade nooit afgewikkeld worden op de gemeente in dit geval. En dan wat er in de regels van het bestemmingsplan wordt aangegeven over de verstoring van de defensieradar. En er wordt steeds uitgegaan van die twee windturbines waar ik het zojuist ook al over had, die ook waar de berekeningen al op gemaakt zijn. Kan het nog zo dat die windturbines andere windturbines kunnen worden? Want dan zal er toch ook weer een nieuwe radarverstoring onderzoek moeten komen van Defensie. Althans, zo heb ik het gelezen. Tot zover. En ik sluit me graag aan bij de vragen van het CDA. Oké, dank. Dan ga ik naar de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Een aantal is al gesteld door twee andere fracties. We willen mogelijke vragen die al bekend zijn bij het college ook al nog iets verder aanscherpen. Ton Veenwieken, voorzitter. Een lastig verhaal. Veel tegenstanders, omwonenden die er eigenlijk geen zin aan hebben. Investeerders die graag rendement willen halen. Er zijn verschillende punten die volledig haaks op elkaar staan. We hebben daar kennis van genomen. We hebben een vijftal vragen die wat ons betreft de kern raken. Zowel van de bewoners, maar ook tegen de achtergrond van de beslissingen die wij binnen dit gremium moeten nemen. Voorzitter, Op Koers blijft van mening dat het gebied te klein is voor het voorgenomen windpark. Daar hebben wij ook in de eerdere rondes die daarover gingen duidelijk melding van gemaakt. De afstanden tussen de turbines zijn niet in overeenstemming met de adviezen van het oversticht uit 2012. Daar worden afstanden geadviseerd van 600 meter. En die visie is niet overgenomen in de milieueffectrapportage. Daar worden afstanden van 500 meter geadviseerd.
En volgens het kaartmateriaal variëren de afstanden oost-west tussen de 450 en 600 meter en noord-zuid zijn ze in alle gevallen 300 meter. En de klassieke vraag die dan opkomt, voorzitter, is: als die adviezen niet worden opgevolgd, wat heeft het dan eigenlijk voor nut om honderden pagina's te laten produceren? Tweede vraag, voorzitter, die gaat over de burgers die in de omgeving van een windturbinepark wonen, klagen met name over de geluidsoverlast en slagschaduw. Verschillende insprekers hebben daar een duidelijke mening over geventileerd. En tegen die achtergrond het volgende. Op koers wil dat de omwonenden beschermd worden en vindt dat de geluidsnorm van Elden, een hele nare technische betiteling, van tafel moet. Omdat daarmee geen maximum geluidsniveau wordt aangegeven, kunnen de turbines op sommige momenten veel geluidsoverlast produceren. En ik geef daar ook een voorbeeld bij. U woont naast een discotheek met veel herrie op vrijdag en zaterdag en de rest van de week is het stil. Zo kun je eigenlijk stellen dat er gemiddeld genomen een aanvaardbare leefomgeving bestaat, terwijl je die twee dagen, op die piekmomenten, juist erg veel hinder ondervindt. Wij willen heel graag een vaste geluidsnorm, zoals die gebruikelijk was voor 2011. Dat is toegestaan, want de Raad van State die heeft geoordeeld dat in bijzondere lokale omstandigheden mag worden afgeweken van een wettelijke norm. En de Raad van State heeft daar een hele duidelijke uitspraak over gedaan. Het plaatsingsgebied is soms bijzondere omstandigheden, want een relatief stil agrarisch gebied. Pondera zegt namelijk dat zelf op bladzijde 32 van het bestemmingsplan, het inpassingsplan van Windpark Veenwieken, en die toelichting die is overduidelijk. Het blijkt ook uit de MER, want we lezen op bladzijde 216 en 17, waar die 22 van de gekozen meetpunten op dit moment een geluidsbelasting van verkeer en industrie samen hebben van minder dan 45 decibel. 8 meetpunten zelfs van minder dan 40 decibel. En wij wensen daarom een verplichting voor een vaste, niet te overschrijden norm van 47 decibel overdag en 41 decibel 's nachts. Komt langzaam tot een afronding, voorzitter. De initiatiefnemers geven op bladzij 35 van het onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark de Veenwieken aan dat voor de beoogde turbines van het type Enercon, ik vind het heel naar om het erbij te noemen, maar ik noem het heel bewust, de E103EP2, er circa 180 uur slagschaduw zal optreden op de 30 meterpunten tezamen. Ze brengen het aantal uren slagschaduw per woning terug tot maximaal 6 uur per jaar. En dat betekent dat er nog ongeveer 90 uur gezamenlijke slagschaduw overblijft. Het productieverlies daarentegen bedraagt slechts 0,7%. En op grond daarvan wensen wij totale voorkoming van slagschaduw. En als die laatste 90 uur er ook afgaan, voorzitter, dan zal dat tot weinig extra productieverlies uiteindelijk met zich meebrengen. Voorzitter, het laatste. Draagvlak, er is veel over gesproken, niet alleen in deze sessie, ook door de insprekers, maar ook in de vorige sessies die we gehad hebben. En wij stellen vast dat er op dit moment geen draagvlak is. En als we die ingebrachte zienswijzen nog eens nakijken, en dat is niet de nota van beantwoording van de zienswijzen, maar de originele zienswijzen zoals die zijn gericht aan gemeenteraadsleden en aan provinciale statenleden, als aan punten 2 en 3 die ik heb geformuleerd, als daaraan wordt voldaan, dan helpt dat ook daadwerkelijk mee om draagvlak te creëren. We hebben ter 11e uur mogen vernemen dat er een participatieregeling in de maak is. Verschillende insprekers hebben daaraan gerefereerd. Ons rest nog één vraag en dat is een vraag aan de andere fracties. En die willen wij graag stellen tegen de achtergrond van de inspreekbeurt van de heer Mangnoes. En wij zouden graag aan de andere fracties willen vragen. De inspreekbeurt van de heer Mangnoes, die was overduidelijk. Die vraagt om de invoeging van een nieuwe tabel. En de vraag aan alle fracties hier in dit gremium is: in hoeverre bent u bereid om die nieuwe tabel, die gewijzigde tabel waar de heer Mangnoes aan refereert, om die toe te voegen aan een eventueel motie of amendement om de zaak wat beter te laten stroomlijnen? En het allerlaatste, voorzitter, is ook diezelfde vraag aan het college te stellen, wat zij daar eventueel van vinden als die in stemming gebracht
zou worden. Dank u wel. Ik stel voor dat we uw vraag aan de overige partijen behandelen nadat alle andere partijen hun vraag hebben gesteld. Dan kunnen we dat mooi afronden. Dan ga ik nu naar de heer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vele vragen inmiddels gesteld door de voorgangers. Daar sluit ik me graag bij aan. Met name bij betrekking tot het geluid. Voor onze partij blijft dit echter wel een lastig dossier. En de heer Botter refereerde natuurlijk ook al aan van er is sprake van weinig draagvlak. Maar aan de andere kant zijn er ook de ondernemers. We zijn jaren geleden, en de heer Mulder refereerde aan volgens mij vanuit 2002... al bezig met het geplaatst krijgen van deze windmolens. En dan kom je op zo'n moment aan dat je denkt van ja, wat gebeurt er allemaal? Je praat hier wederom over met elkaar. Maar ziet gebeuren dat er aan de ene kant weinig draagvlak is en aan de andere kant om het draagvlak te krijgen, om te voldoen aan de wettelijke basis, dat het ook wat zegt over het rendement. Vervolgens kijk je naar de opbrengstprijzen. En dan kom je tot inzicht dat de tijd je bij wijze van spreken inhaalt. En ik wil ook wel graag eens van het college weten hoe ze daar nu tegenaan kijken. Enerzijds van hoe kijkt het college tegen het draagvlak aan, maar anderzijds ook van hoe kijken we nu naar de initiatiefnemers die hier heel veel tijd en energie ingestoken hebben. En ook qua rendement een behoorlijke aderlating moeten doen inmiddels. Dus kortom, is het nog wel zo'n goed plan? En dat is een vraag die ons bezighoudt. En ook vanuit andere partijen zou ik daar wel wat reactie op willen van hoe jullie daar nu tegenaan kijken en hoe die afweging gemaakt kan worden. Dus enerzijds het belang van de omwonenden die jaren in onzekerheid leven en een strijd hebben geleverd die je niet mag onderschatten, die impact heeft op je leven. En aan de andere kant dezelfde impact die er zit bij de ondernemers. En dat is voor ons een dilemma en een zorg. En ik hoor graag van andere partijen, maar ook van het college, hoe zij daar tegenaan kijken. Dank u wel. Dank u wel. Ik stel voor ook om uw vraag naar de inbreng van de andere partijen te plaatsen. Dan ga ik nu naar de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. De waarborgcommissie, zoals die wordt voorgesteld. Daar hebben we toch wel de vraag bij van, is daar ook overleg mee geweest met de initiatiefnemers? Ik heb dat ook aan de meneer gevraagd. Maar ik kan me voorstellen dat de gemeente daar ook een zegje in heeft. En hoe staat de gemeente er zelf in? En indachtig onze motie die we 10 november 2015 hebben ingediend ten aanzien van participatie, hadden wij toch wel een heel andere beleving van participatiemogelijkheden dan wat er nu wordt geboden. Ik bedoel, dit lijkt wel een beetje op een klein beetje een grijpstuiver. En zeker naar het betoog van zojuist dat de omwonenden daar door waardevermindering toch eigenlijk wel veel meer in investeren. Dus ik zou ervoor willen pleiten om toch een wat ruimere regeling daarvoor op te zetten. Natuurlijk, dat kan de gemeente niet zelf, dat zullen de initiatiefnemers moeten doen. Maar de gemeente kan daar wel een rol in spelen. Daarnaast, de slagschaduw is al aan de orde geweest. Maar ik kan me herinneren uit eerdere plannen die ik daar wel eens heb gezien. Weliswaar niet van dit park. Maar dat er een veel strakkere methode zijn om slagschaduw te regelen. Dat meer in minuten per jaar dan in uren. Waarom is dat hier niet? Waarom kan het hier niet veel sneller worden stopgezet? Je kunt met de huidige techniek van buienradar, et cetera, en zonnereceptoren. Weet je precies wanneer welk pand in de slagschaduw heeft. Dus dat moet veel strakker te regelen zijn. En daarnaast de vraag waarom er niet als er geluid geproduceerd wordt op één gevel. Daar werd door inspreker gezegd van ja, dan moet het hele plan maar afgezet worden. Nou, dat gaat ons veel te ver. Waarom kan er niet één molen? Want dan krijg je uiteindelijk ook een andere contour. Nou, dat waren de vragen. Dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Rodemond.
Voorzitter, dank u wel. Inderdaad zijn er al heel veel vragen gesteld. Het blijft hier en daar wel wat technisch. Voor mij zelfs een beetje te technisch, moet ik eerlijk bekennen. Maar als ik dat voor mezelf in ieder geval kort samenvat, dan hebben we inderdaad een heel erg lang proces gekend en veel pagina's opgehoest. En de heer Bot refereerde er al aan. Hebben we al die pagina's wel nodig gehad als je dan kijkt naar dat we eigenlijk dit plan willen uitvoeren. En dat we willen kijken naar hoe we het beste om kunnen gaan met de omwonenden. Hen aanhorende, niet alleen in de inspreekrondes, maar ook in de fractie gesproken en ook daarbuiten wel, hoor ik eigenlijk steeds de vragen, geef ons nu gewoon duidelijkheid. Geef ons heldere normen waar we mee kunnen leven. En inderdaad gewoon maximeer bijvoorbeeld dat geluid. Laat ons meepraten ook bij de realisatie van het plan. En geef duiding aan de zorg die wij hebben over veiligheid en leefbaarheid in ons gebied. Nou, dat zijn hele simpele en duidelijke vragen die wij volgens mij ook als raad kunnen beantwoorden. En inderdaad ga ik dan mee met meneer Botten door te zeggen, laten we inderdaad gewoon niet uitgaan van vage gemiddelden van een molen die mogelijk komt, et cetera. Maar laten we gewoon zeggen met elkaar nu van, laten we het geluidsbelasting op alle gevels maar maximeren tot een acceptabel niveau. En dat is een opmerking die ik graag in de vraag richting het college ook wil stellen. Is het college bereid om daar serieus naar te kijken? De heer Bak refereerde naar de verwachting van de opbrengst. Dat was natuurlijk een financiële opbrengst, lijkt mij uit zijn inbreng op te maken. Maar de vraag is ook, wat is nou een realistische verwachting van de opbrengst ook in het aantal kilowatt als wij alles meenemen en alles door zouden berekenen? Wat gaan we nu daadwerkelijk hier realiseren in Hardenberg? Dat is voor nu de vragen die ik zelf had. Dan nog de beantwoording mogelijk van de andere fracties, zoveel de voorzitter daar nog mee wacht. Deze voorzitter wil graag nog wachten, want mevrouw Van den Hoek heeft ook nog haar beurtje. Dan komen we dan daarop terug. Oké, mevrouw Van den Hoek, aan u weer. Dank u wel, voorzitter. Er is ontzettend veel gezegd. En het is geen geheim dat GroenLinks absoluut voor het opwekken van schone en duurzame energie is. Maar wij zijn wel van mening dat het op een beschaafde wijze moet gebeuren. En dat het niet bij de inwoners door de strot geduwd moet worden. Waarbij geen rekening wordt gehouden met de emotionele gevoeligheid die hierachter ligt. Wij zijn van mening dat als er in al deze pagina's geen maximum aan geluidshinder wordt aangegeven, dat het ook heel lastig voor de mensen die zoveel inzet hebben gepleegd de afgelopen jaren een beeldvorming te hebben van wat is dan die normeringen en wat is dan de onderkant en de bovenkant. En die missen wij volledig in alle pagina's. Daarnaast zijn wij het toch met de andere partijen eens dat als we daar een vaststelling kunnen doen van de normering van geluidsoverlast, dat we wellicht kunnen komen tot een acceptabele norm. Wat de laatste inspreker met name zei, wat ons betreft, is dat men de realiteitszin heeft om te beseffen dat ze er waarschijnlijk zullen gaan komen. Maar hoe kunnen wij dat dan op zo zacht mogelijk wijze doen? Dat maakt wel dat wij ons zorgen maken over het participatiemodel wat nu hier wordt voorgelegd. Is dat dan ook afdoende? En zijn de zorgen die ChristenUnie heeft geuit over de planschaderegeling dan ook voldoende dekkend om te zorgen dat we inderdaad geen stuivertjes geven waar de pijn het grootste is? In hoeverre is de wethouder bereid om te kijken hoe ver wij die coulance naar onze omwonenden en direct betrokkenen rekbaar kunnen maken of rekbaarder dan wat hier staat? En betekent deelname aan participatie dan ook dat ze geen rechten zouden meer kunnen ontlenen aan klachten of andere vormen van planschade die ze zouden indienen? Maakt dat monddood? Is dat afgelopen? Ik kan me voorstellen dat het wel zo kan overkomen. En is het dan mogelijk voor de omwonenden om dat participatieverhaal te parkeren totdat we de juiste besluitvorming hier hebben genomen, zodat er helder nagedacht kan worden over hoe ze willen participeren? Tot zover. Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij als eerste naar de vraag van de heer Botter op koerspunt nu naar de andere fracties heeft gesteld. In hoeverre bent u bereid deze nieuwe tabel van de inbreng van de heer Magnus toe te voegen, eventueel via een amendement of een motie? Aan wie mag ik het woord geven?
Meneer Breukelman? Ja, ik stak wat voorzichtig mijn hand op, want voor zover ik weet doen we in de oriënterende ronde met name de stukken helder krijgen, elkaars argumenten duidelijk op tafel zien te krijgen. Dus ik vind het nog wat ver gaan om nog voor het einde van de eerste termijn al tegemoet te komen in een amendement van de heer Botter. Nou, hij heeft nog geen amendement geformuleerd, nou ja, maar de woorden van gelijk en strekking, zullen we maar zeggen. Hij heeft de vraag gesteld in hoeverre. Nou, laat ik hem dan anders formuleren. Wat u denkt over de invoering van de nieuwe tabel? Ja, daar laat ik me nog niet over uit, voorzitter. Voorzitter, ik wil het antwoord kunnen opmaken. Ik wil graag meneer Breukelman bijvallen, omdat het voor ons heel lastig is om daar nu iets over te zeggen als we überhaupt nog niet eens antwoord van het college hebben gehoord op de insprekers en op de vragen die zijn gesteld. En vervolgens een tweede termijn hebben gehad. Dus wat ons betreft komen deze vragen wat aan de vroege kant. Het is uw antwoord aan de heer Botter van Opkoers. Dus ja, voorzitter, ik denk dat we dit anders samen moeten doen. Dat we de fractievoorzitters van de coalitiegenoten het werk kunnen vergemakkelijken om dit naar de tweede termijn over te hebben. En dat zou mijn voorstel aan u zijn. Oké, daarvoor dank. Gaat goed. Kunnen we dat ook zo doen met de vraag van de heer Bak van de VVD? Hoe kijkt de college aan tegen, of hoe kijken de collega raadsleden aan tegen de overwegingen met betrekking tot het draagvlak? En nou, de andere vragen zijn aan het college gesteld. Aangezien het ook nu heel stil blijft, stel ik voor dat we hem ook doorschuiven naar de tweede termijn. Maar meneer Botter wil het zeggen. Ja, voorzitter, de eerste of tweede termijn maakt ons niet zoveel uit ten aanzien van de vraagstelling van de heer Bak. Ik denk dat het vanuit de optiek van Opkoers een enorm gebaar is voor het feit dat de heer Bak en indirect de VVD zich die vraag zelf stelt. En we zijn ongelooflijk benieuwd naar de reactie van de andere fractievoorzitters daarover. Ons standpunt mag duidelijk zijn daarover. Ja, ik kan de andere fracties natuurlijk niet dwingen. Ik stel voor dat we hem verderop in de vergadering nog een keer terug laten komen. Voorzitter, ik vind dat prima, maar ik zou het plezierig vinden als we in ieder geval ook met elkaar wat argumenten zouden wisselen om inzicht te krijgen van hoe we als partijen nu in dit dossier zitten. Dat zegt de heer Breukelman denk ik terecht, hè? Maar het is ook wel van belang om bepaalde zaken van het college nu even te weten om die afweging goed te kunnen maken, maar ik hecht wel aan het gesprek met elkaar straks. Ik zou helder, maar ik had ook de vraag gesteld van hè, wat is straks de positie van ons en van het college rondom die participatieplannen, dus dat antwoord wil ik ook graag even afwachten. Ik ben wel geen fractievoorzitter, maar mevrouw de voorzitter, ik wil ook graag even wat zeggen. Dat mag, ja. Heb ik u over het hoofd gezien. Ja, misschien wel. Kijk, mijn fractie is bekend natuurlijk, zodra je wijzigingen van bestemmingsplannen en rigoureuze wijzigingen van bestemmingsplannen, daar heb je altijd voor- en tegenstanders. De voorstanders zijn over het algemeen de initiatiefnemers en de tegenstanders zijn de mensen die in die directe omgeving wonen. Dat is niet vreemd en daar kan je van alles met elkaar over afspreken, maar dat is nu eenmaal zo. Dus wij gaan zeker wel in discussie ook met andere partijen, maar op dit moment denk ik van laat eerst de wethouder nog eens de antwoorden geven en we zien. En de omgeving heeft ook heel nadrukkelijk aangegeven, men wil pas verder praten over invullingen van financiële middelen, men wil pas verder praten over participatie zodra, helder. Ja, zodra dus de vaststelling is. Ja, ik denk dat we het woord, want de partijen zijn over het algemeen heel duidelijk. Ik weet niet of u nou echt nog een heel ander invalshoek hebt, mevrouw Van den Hoek. Anders zou ik ook graag het woord geven aan de wethouder. Wethouder, graag. Meneer Prinsen. Voorzitter, met uw permissie zou ik het graag zonder jasje doen vanavond. Heel begrijpelijk. Ja, u heeft uw vestje ook niet aan, zie ik, dus dat moet wel kunnen. Ja? Opmerkzaam. Ja. De windmolens. Als je zo'n avond als vanavond hebt, dan denk je, wat kunnen we er nog over zeggen? Ik ben in 1998 in de gemeenteraad in Averees gekomen. En toen kwamen de eerste initiatiefnemers langs. Vanwege de herindeling is dat even op de lange baan gezet. Toen hebben we een locatieonderzoek gedaan. Toen hebben we ooit eens gezegd in de raad, dan nou laten we even geduld hebben, want misschien komen er weer allerlei nieuwe technieken en dan zouden we geen windmolens moeten doen. Toen is het anderhalf jaar later opgepakt.
Toen is het een keer weer stopgezet omdat er provinciale verkiezingen waren en zeiden laten we de zaak niet laten vertroebelen door zo'n discussie. Toen is het een keer omreden bij ons en uiteindelijk zitten we nu in 2016 en ik kon een glimlach niet onderdrukken toen vanavond over tafel ging. Het plan wordt er doorgejast. Toen dacht ik, oh. Goed, windmolens. We zijn natuurlijk niet de eerste regio, we zijn niet het eerste gebied wat windmolens plaatst. En daar zijn dus ook allerlei normen landelijk ontwikkeld die borgen dat er een goed, een afdoende woon- en leefklimaat wordt geborgd, twee keer borgen. En aan die wettelijke norm, daar moet je aan voldoen en daar willen we natuurlijk ook aan voldoen. En als je kijkt wat er nu voor ligt, dan hebben we de getallen, er was een CDA-vraag en ook anderen zaten erin. Welke getallen zijn nu gehanteerd bij de breek? Dat zijn de getallen geweest van het apparaat wat straks geplaatst wordt. Wordt er gekozen voor een ander apparaat, een andere windmolen, dan zul je de dingen opnieuw moeten doen. Dus als mensen vragen van welke zekerheid krijg ik op, voor wat betreft het geluid, op mijn gevel, dan is dat af te lezen uit de tabellen die specifiek voor dit type zijn gemaakt voor elke plek, voor elk object. En het is zo, als het boven de wettelijke norm komt van die, 47 dB, als dat erboven komt, dan mag dat niet, moet dat worden, dan moeten ze worden stilgezet. Ja? Dat is gewoon een afspraak. Het verhaal over de leverancier zal voor plaatsing zijn certificaten, middels de certificaten moeten laten zien dat ze voldoen aan datgene waarvoor ze zijn bedoeld en waarvoor ze zijn ingekocht. Voorzitter. Dus heel veel zekerheden. Nou, ik zou graag mijn verhaal even afmaken, voorzitter, als dat mag. Ja? Even? Nou ja, jullie hebben veel, zij hebben veel vragen gesteld, ik niet. Ja. Even voor de helderheid. Dus ik zou wel heel graag even mijn verhaal willen afmaken en dan straks even de vragen doen. Kunt u daarmee leven, meneer Rodemond? Nee. Nauwelijks, want ik had een kleine verhelderende vraag over die duidelijkheid die de bewoners vragen. U gaat dus nu in uw verhaal op die gemiddelden waar de heer Botter en ik zelf op ingingen. Klopt dat of niet? Want nee, daar ga ik niet op in. Als je kijkt naar de gevelbelasting, er zit een tabel in waarvoor elke gevel staat bij dit type windmolen, afstand en alles meegenomen wat de gevelbelasting is. Ja, dat is. Ja? En bij meting, ze mogen nooit boven de dB zoals die wettelijk zijn toegestaan komen. Daardoor is dit type ook juist uitgezocht en de mitigerende maatregelen voor geluid, die zijn er dan ook volgens de berekeningen niet. Mocht het zo zijn dat er wordt gemeten en ze zitten er toch boven, ja, dan zullen daar maatregelen op moeten volgen omdat ze beneden het wettelijk toegestane niveau moeten zitten. Dat is de garantie die wij kunnen geven. Hoe wordt het dan gehandhaafd? Nou, natuurlijk wordt er gemeten en de vergunningverlener is verantwoordelijk voor de handhaving. Ja, dat betekent dus daar waar wij vergunningen verlenen, zijn we ook verantwoordelijk voor de handhaving. Als je nou het verhaal uit de buurt kon ik heel goed snappen van en dan hebben we iets. En bij wie komen we dan terecht? Ja, wie moeten we bellen enzovoort? Nou, wij zijn aan het kijken of we niet gewoon één contactadres, contactpersoon. Eén persoon is altijd wel wat link. Maar gewoon één postbus zeg maar even kunnen hebben waar mensen zich kunnen vervoegen. Dat ze niet de ene keer naar de provincie of de gemeente Ommen of de gemeente Hardenberg. Ja, daar moeten we nog even afspraken over maken. Maar we willen dat net als in heel veel zaken gewoon graag geleiden naar één adres. Uw raad heeft duurzaamheidsambities. We hadden zoveel procent afgesproken in 2020 en u wil graag verder gaan. En aan het eind van het jaar hebben we daar, of in november geloof ik, als ik even naar collega De Vent kijk, is daar een discussie over. We willen gewoon, naar aanleiding ook van die informatieavond, willen we veel verder gaan dan wat we hebben afgesproken. Het is wel heel lastig als je aan de opbrengst van windmolens beneden datgene, beneden wettelijke regels gaat zitten morrelen om a, dit soort zaken nog rendabel te krijgen en een tweede om ooit, ja, de doelstellingen die je hebt, die 14% om die te halen, laat staan nog hogere ambities. Dus als je gaat morrelen aan dat je zegt van die 6 uur slagschaduw, dat moet naar nul,
Dat betekent nogal wat voor de opbrengst. Ja, en niet alleen de opbrengst in geld, maar ook voor de opbrengst in energie. We hebben natuurlijk al de nodige concessies gedaan. U heeft aangegeven, er is aangegeven, we blijven beneden de, zeg maar eventjes, hoogte van 100 meter. Of dat is het maximum. Daarmee hebben we al iets gevonden. We hadden te maken met, en daar kon u niks aan doen, maar met defensie en radar, daar moesten we al een nodige aanpassing op plegen. Er is ook een type gekozen waarvan het, noem het maar het geluid, sowieso al beneden het wettelijk niveau blijft in deze casus. Dus er zijn al de nodige concessies gedaan. En als we niks anders doen dan uit deze ruif blijven eten, dan krijgen we straks een niet te exploiteren casus. En dan halen we sowieso nooit uw ambities. Ja, dan moet u zich goed realiseren. En opmerkingen als dit is een stil gebied, dat klopt. Maar het is niet een stiltegebied. Dat is in de ruimtelijke ordening echt iets anders. Dus dat we daar wat meer geluid krijgen, dat klopt. Maar er is nergens vastgelegd in juridische zin dat dit een stiltegebied zou moeten zijn. Ik spiek even door het lijstje, voorzitter. Ja, planschade. Planschade is voor de initiatiefnemer en iets over voorzienbaarheid. Stel dat je 2 jaar geleden in het gebied bent komen wonen, dan vervalt je recht op planschade. Want je wist op dat moment dat het gebied was waar niet alleen een zoekgebied, waar hele reële plannen waren voor planschade. Dat is altijd zo. Dat is niet uniek voor deze casus. Dus voorzienbaarheid geldt met name voor degene die daar, nadat bekend was dat dit een windmolenlocatie zou worden, zich heeft gevestigd. Planschade voor de initiatiefnemer. Dus planschade en participatie moet je even uit elkaar zien. In het stuk hebben we ook helder proberen aan te geven, wat zijn nou, ik zou bijna zeggen, landelijke gedragsregels, daar waar het gaat over middelen die aan de omgeving beschikbaar worden gesteld vanwege het plaatsen van die windmolens. Nou, u heeft het kunnen lezen, dat is een totaalbedrag van 480.000. Er is een norm in dit land wat naar KGO gaat, kwaliteit in, een impuls in het gebied, en het resterende deel is er voor participaties. Nou, daar leggen we een voorstel neer. Wij gaan er niet over, want we willen graag dat het in het gebied wordt besproken en niet eerder dan dat straks de plannen door u zijn vastgesteld. Dan zal de initiatiefnemer, en dan zullen wij vast ook bij vertegenwoordigd zijn om te kijken van nou, welke participatie, welke vorm slaat het meest aan, waarbij we ook nog een bepaalde staffeling hebben aangegeven. Kortom, het zijn maar niet zo uit de lucht gegrepen bedragen. Deze bedragen zijn ook wel afgeleid vanuit wat is nou het rendement enzovoort. En dat is per megawatt is daar een normbedrag op gezet. Even kijken, ja. Die LDAN die moeten we afschaffen, wordt er gezegd. Maar die LDAN is nou juist heel specifiek ontwikkeld voor windmolens. Ja? Laten we nou niet gaan zitten knutselen aan normen die er juist vanuit allerlei, ik zou zeggen, expertises zijn ontwikkeld. Ja? Goed. Ik zit even te kijken of ik. Ik heb het over duurzaamheid toe. Ja, draagvlak. Er werd gezegd, misschien kun je zekerheid verschaffen aan de voorkant wat mensen te wachten staat. Nou, dat is maximaal 6 uur slagschaduw. En dat kan soms 10 minuten zijn. Maar uiteindelijk is het systeem ook zo ingericht dat er niet iemand knopjes hoeft te bedienen. Dat zit middels sensoren enzovoort, wordt het allemaal geregeld. En er is duidelijkheid over wat is de maximale geluidsbelasting van de gevel. Overdag en 's nachts. Dat is de zekerheid waar mensen zich aan vast kunnen houden. En een andere zekerheid zou ik u niet willen aanraden, want dat gaat ten koste van energieopbrengsten. Ja? En dan, als we nog meer gaan snoepen, ik heb het net ook al gezegd, dan komt de business case, niet ten goede. En dan kom je toch ergens op een plek terecht van, of een terrein terecht, moeten we nog wel verder gaan. Ja, de waarborgcommissie, ja, eigenlijk zit er een taakveld van de overheid. En over die waarborgcommissie, daar zou ik nog wel eens met de initiatiefnemers willen spreken.
van nou, moeten we het hebben over een waarborgcommissie? Of is het een commissie die maandelijks, halfjaarlijks wordt geïnformeerd over datgene wat de prestaties zijn, in geluid, in slagschaduw enzovoort? En het zou natuurlijk ook een commissie kunnen zijn die van waaruit, vanuit de omgeving, sommige signalen komen van klachten. Dat zou goed kunnen. Ja. Maar dat wil ik nog graag even bespreken met de initiatiefnemers. Ja, wat is nou feitelijk die opbrengst? Ja, werd gezegd. Nou, als je een stuk gelezen hebt, ik bezondig me niet aan allerlei technieken, maar hier op deze plant wordt nog voor ongeveer 18.000 huishoudens energie opgewekt. Ja, dat is ongeveer, ik denk als je de gemeente Hardenberg beschouwt met, wat is het, 25.000 huishoudens, dan zit je toch op driekwart, zo rond die driekwart van de huishoudens in onze gemeente. Ja. Kan de gemeente een coulance regeling opstellen? Nee. Nee. We hebben planschade, dat is wettelijk zo geregeld. Ja? We hebben een gedragscode daar waar het gaat over participatie. Daar waar het gaat, wat ga je terug investeren in het gebied om daar de kwaliteit in het gebied te houden. En we hebben nog nooit, want dat zou ongelooflijk glad ijs zijn, hebben wij ons begeven op het vlak van, we gaan iets met coulance doen, terwijl daar gewoon wettelijke regels voor zijn. Als wij dat gaan doen, dan denk ik dat er nog meer langs gaan komen die zeggen van ja, u heeft daar de planschade, heeft u ook anders geïnterpreteerd. Ja? U heeft ook nog nooit van dit college gezien dat wij een planschadeverzoek, die was toegekend, dat wij daar op geacteerd hebben. En u trouwens ook niet. Omdat dat in dit land op een bepaalde manier geregeld is. Ja, als u, als de omwonenden participeren, financieel participeren, dan behouden ze nog alle rechten die ze hebben op planschade of wat ook maar. Ja? Dus daar er zit geen één-op-één relatie tussen in de zin van, u heeft wat geld gehad, mond houden. Die relatie is er niet. Voorzitter, volgens mij heb ik de hoofdlijn van het verhaal wel ongeveer te pakken gehad. Inderdaad. Ik denk dat er, ik kijk even in de richting van de VVD, dat de vraag van de heer Bak misschien nog niet helemaal aan de orde is geweest? Of? Nou, volgens mij heeft de wethouder daar zeker aan geraakt. Hij heeft volgens mij ook daar in bepaalde richting antwoord gegeven van als we nog meer aan dit plan gaan schaven, dan blijft uiteindelijk geen business case over. Dus dat maakt voor mij wel duidelijk dat het zeer marginaal is wat we hier aan het doen zijn. Oké. Dat is helder. Dan is de volgende vraag of er een behoefte is aan een tweede termijn. En een kleine schorsing, dat komt daarna. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Dan stel ik voor dat wij de vergadering even 5 minuten schorsen voor sanitaire stops en andere zaken. En dat we om 9:50 weer beginnen. Dames en heren, ik wil u graag terug verzoeken om uw plaatsen in te nemen, zodat wij door kunnen gaan met de tweede termijn. Dank u wel, dames en heren, dat u binnenkomt. Ik open de vergadering, de tweede termijn, met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan De Veenwieken. Mijn vraag is aan welke fracties ik het woord mag geven. Ik zie nog heel weinig handen, dus ik zou snel gaan zitten, anders wordt het een hele korte tweede termijn. Meneer Jonkhans van de PvdA, de heer Rodermond, meneer Bak, wilt u nog een tweede termijn? Mevrouw van de Hoek van GroenLinks, meneer Mulder, meneer Breukelman. Ik kijk nog even naar de heer Botter, dan bent u de laatste. Oké. Dan geef ik u als eerste het woord, meneer Botter. De reden dat ik de vinger opstak, voorzitter, was dat wij een commitment hadden over de vraagstelling richting de andere fractievoorzitters, CQ-woordvoerders op dit gebied, dat u die vraag niet vergeet. Ik zal die vraag zeker niet vergeten. Ik kijk even hoe het gaat gedurende de vergadering. Ik kan me zelfs voorstellen dat die in
de raadsvergadering aan de orde zou kunnen gaan komen. Dan zou ik één toevoeging willen maken, ook tegen de achtergrond van de opmerking van de heer Breukeman, gehoord hebbende de wethouder. Oké, dat is helder. Dan geef ik nu het woord aan de heer Breukeman voor de tweede termijn. Fijn, voorzitter, dat ik als eerste aan bod mag komen. Ik zei twee belangrijke vragen die ik nog heb liggen. Het gaat toch over het geluid, die 47, is dat een gemiddelde of een maximum? Volgens mij is daar nog geen helderheid over gegeven. En de tweede vraag die ik nog onvoldoende beantwoord vind in eerste termijn gaat over die participatieplannen. Daar is wel antwoord op gegeven, alleen wat is nu de positie van het college? En de stukken staat, het college geeft daarin op het einde nog een laatste zegje. Dat komt hier niet meer langs. Ik hoor graag toch wat concreter hoe u daarin zit, ook tegenover het plan dat nu ter tafel ligt. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Mulder. Dank u wel. De wethouder gaf heel nadrukkelijk aan dat hij het heeft over 47 en 41. Dat is DLN. Dus dat betekent dat de max is in het geheel. En zo niet, als dat niet de max is, dan zouden we wel graag ook cijfers willen zien. Wat dan het maximum is op bepaalde gevels. Want dan wordt het wel voor ons ook wel wat interessanter. Ik begrijp dat dat dezelfde vraag is als die van de heer Breukelman, of begrijp ik dat verkeerd? Nou ja, mijn gaat er nog iets specifieker, dat ik wel graag dan wil zien wat dan de maximum is op bepaalde gevels. Want dat gaat dan met name om de mitigerende maatregelen. En wat had ik nog? Oh ja, de planschade. Initiatiefnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de planschade, maar toch gaf de wethouder aan, als iemand 2 jaar geleden daar kwam te wonen, dan zou de gemeente aan zet zijn. Maar volgens mij zou dan de... Nee? De portefeuillehouder zal daar antwoord op geven. Precies, maar ik zie u ook al schudden. Dus, sorry. Ja, oké. Okay. Goed, ik wacht in ieder geval eerst de beantwoording af, met name over dat eerste. Mevrouw voorzitter, zou ik nog een hele korte toevoeging mogen doen op de vraag van net? Want daar kan de wethouder die meteen meenemen. Als het antwoord blijkt dat het een gemiddelde is, en ik verwachtte dat het antwoord zou zijn, kun je dan ook ingaan op de handhaving? Hoe zit je met handhaving op een gemiddelde? Oké, okay, dank u wel. Dan is dan alsnog mevrouw Van den Hoek aan het bod. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me geheel aan bij de vraagstelling van de CDA en de ChristenUnie, want ook die vraag heb ik in de eerste termijn wel degelijk gesteld. Wat is dan de daadwerkelijk maximum als die vol draait en betreft het dan ook een gemiddelde? Dus ik zal daar niet verder op uitweiden. Dat geldt ook voor het participatiemodel. Hebben wij ook gevraagd hoe dat zit en relatief gezien heeft wethouder daar wat mij betreft een voldoende antwoord gegeven, maar ik verwachtte wel een uitgebreid antwoord op de vraagstelling zoals CDA heeft gesteld, omdat ik daar gewoon een toevoegende vraag op had. En als ik dan toch nu wel even aan het woord ben, op het moment, meneer Botter, dat blijkt dat het schema wat door de insprekers ingebracht mogelijkheden zou bieden die haalbaar zouden zijn, maar niet in de weg zouden staan voor de plaatsing van de windmolens, is dat wellicht een heroverwegen waard wat ons betreft. En omdat ik straks niet nog een keer aan het woord wil, wilde ik graag de vraag van de heer Bak gelijk meenemen. We zitten na 12 jaar de vraag stellen wat de draagvlak is. Ik denk dat vanavond duidelijk is geworden hoe die ligt. En ik denk dat elke fractie heeft ook aangegeven dat wij dat draagvlak serieus nemen en de zorgen ook serieus nemen. Daarvoor zitten wij hier. Wat veel interessanter gaat zijn, denk ik, hoe de fractie van de VVD zijn liberalisme en zijn sociale gevoelens afweegt. Nou, ik was van plan om u het woord te geven, meneer Bak, dus bij deze. Laat ik u zo zeggen, mevrouw Van den Hoek, dat die afweging bij ons in goede handen is. Ik heb nog een korte vraag en daar ben ik wel benieuwd naar. We komen steeds verder op en het plan wordt steeds verder ingekrompen en gemarginaliseerd. Ik ben wel benieuwd van waar nu uiteindelijk de grens ligt, dat de initiatiefnemer zegt van ja, weet je, het is nu wel genoeg geweest. Dus ik weet niet of de wethouder daar vanuit business case geredeneerd iets over kan zeggen, of dat ik dat gewoon een initiatiefnemer moet vragen.
daar zullen we straks het antwoord op horen. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk in aanvulling op de heer Baks een opmerking en eerdere vragen over wat is nou een maximum of wat is nou een gemiddelde. Die vraag heb ik ook in de eerste termijn gesteld. Ik mocht er destijds niet te veel op ingaan, want de wethouder wilde eerst zijn verhaal afmaken. Die kans heb ik hem gegund, maar inderdaad, bij mij bleef ook een beetje het gevoel knagen van ja, ik kreeg niet een heel helder antwoord op die opmerking. Dus inderdaad, ook van mijn kant uit, even wat meer verheldering over die 47 dB die de wethouder heeft genoemd in zijn betoog. En daarbij gaf hij aan, we moeten verder niet gaan knutselen met normen, omdat dat effect heeft uiteindelijk op de opbrengst financieel en wat betreft ook de energieopbrengst. Dus ook de vraag, meneer Bak refereert er ook al aan, wat is dan het effect als we daadwerkelijk gaan knutselen met die normen? Want ja, op het plan en op de opbrengst. En mogelijk is dat een wat technische vraag en kan die ook schriftelijk wat mij betreft beantwoord worden. Maar niettemin zou ik dat wel graag voor de behandeling in de Raad willen zien. Tot zover. Meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ten eerste zijn we erg blij met de toezegging die de wethouder heeft gedaan over dat meldpunt. En ook sprak hij uit van, nou, ik wil het best eens gaan verkennen, zo'n waarborgcommissie. Nou, daar zullen wij op toezien of dat ook gaat gebeuren. Ten tweede is ik had toch een vraag gesteld naar aanleiding van onze motie. En in die motie is ook het voorbeeld van Netterden aangegeven. Waar absoluut geen limiet op stond op het aantal participaties die je kunt nemen in dat plan. En ik blijf erbij dat ik het wel heel erg een karige regeling vind. Die wel heel erg gelimiteerd is. Waarom is er niet gedacht aan een veel ruimere participatiemogelijkheid? Daar heb ik eerlijk gezegd geen antwoord op gekregen. En die had ik in de eerste ronde wel gesteld. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dan is de portefeuillehouder uitgenodigd bij deze om de resterende vragen te beantwoorden. Voorzitter, ik wil niet het risico lopen om in de techniek te geraken. Want daar ben ik niet van. 47 dB is een jaargemiddelde. En we hebben juist een machine gekozen. De initiatiefnemers hebben juist een machine gekozen met een heel laag bronvermogen. Dus de kans dat die grote uitschieters heeft, hebben ze geprobeerd door de keuze van dit apparaat tot een minimum te beperken. En de vraag, terechte vraag, als dat dan zo is, hoe ga je daar dan op handhaven? Dan zal ik in de schriftelijke beantwoording, in het verslag waarschijnlijk, kom ik daarop terug. Ik heb zowel mijn ideeën, maar ik wil hier niet gokken. Hoe gaat dat nou met die participatie, hoe gaat dat verder? Initiatiefnemers gaan daarmee de buurt in. Daar komt, als het goed is, een voorstel uit en het is aan het college van in deze GS en aan het college van BMW om daar mee in te stemmen. Om aan te geven, dat is akkoord. Even weer een verduidelijking van het verhaal van de planschade. Daar waar iemand nadat dit gebied is aangewezen als gebied waar we zeer waarschijnlijk windmolens gaan plaatsen, en ik weet niet precies wat er als datum geldt, dan is er sprake van voorzienbaarheid en dan heeft de bewoner geen recht op planschade, ook niet van de gemeente. Waar ligt nou de ondergrens, waar is de business case niet meer te maken? Ja, en dan in relatie tot wat ook D66 aangeeft, even mijn woorden, eraan knutselen en hoe zit het dan financieel? Ik kom er ook bij. Het verslag zal ik erop terugkomen. Ik zal wat voorbeelden geven van wat er gebeurt als je bijvoorbeeld de tabel van een van de insprekers hanteert. Ja. Kunnen wij denk ik vrij aardig aangeven welke energiederving je daarmee hebt. En dat kun je dan bij een bepaalde prijs per kilowatt kun je dat zo uitrekenen. Ik zal ook proberen aan te geven, of later aangeven van, nou, wanneer zakken we gewoon door de ondergrens? Heeft het college
Ja, heeft het college geprobeerd om meer middelen voor de participatie te krijgen? Nou, we hebben er uitvoerig in de stuurgroep, waar ik als portefeuillehouder in mag zitten, hebben we uitvoerig erover gehad. We hebben er zelfs over gesproken, zou je niet een deel van de KGO in de participatie kunnen stoppen? Maar dan moet je dus wel als gezamenlijke provincie en gemeente moet daarover eens zijn. Het is ook wel heel lastig in de vorm van een precedentwerk, want wij werken vaker met KGO. En als je dan zegt van nou je mag een deel voor KGO inwisselen voor iets anders, dat willen de meeste initiatiefnemers van plannen wel waar KGO verschuldigd is, dan begeef je je wel op heel, heel glad ijs. Dus ik zou, en nadat ik me er goed in verdiept had, heb ik ook gezegd, ja volgens mij moeten we dat niet doen. Ja? Want dan zou je met terugwerkende kracht, zou je nog wel eens een rekening gepresenteerd kunnen krijgen voor iets. Ja? En we hebben juist, in dat KGO hebben we juist ingrepen, proberen te kwantificeren. Wat betekent dat dan? Je pakt iets van het landschap, wat zou je dan terug moeten doen? En daar zijn landelijke, nou noem maar even leefregels, voor ontwikkeld. Dus ook dat is wel heel eng, ja, om daar aan te zitten. En we hebben voor wat betreft het totaal, gewoon de landelijke leefregels hebben we geaccepteerd. Ja? En dat geeft precies aan wat nou eigenlijk het maximum is wat terug zou kunnen vloeien naar het gebied. Het zij participatie, het zij KGO, waarbij er voor KGO een norm is vastgelegd. Ja? En die is niet wettelijk vastgelegd, dat is ook een soort agreement geweest. Een soort, ja, zo, een zware vorm van een gentleman's agreement. Volgens mij is denk ik goed aangegeven dat wij met het meldpunt aan de slag gaan. En dat ik met de initiatiefnemers in gesprek ga over een commissie. En of dat nou waarborgcommissie moet heten, hoe ook. Ja, vanuit het gebied om daar veelvuldig de contacten mee te hebben. Maar ook om voor het gebied ook nog een betere borging aan te geven van datgene wat we afgesproken hebben. En wat we afspreken in dit bestemmingsplan. In de omgevingsvergunning en alle documenten die hier aan ten grondslag liggen. Ja, er ontstaat ook steeds een discussie over draagvlak. En dat is natuurlijk best heel lastig. Ja? Want wat is draagvlak? U zit hier als gekozenen van de bevolking. Ja? Als u het ermee eens bent, is dat dan voldoende draagvlak? Als ik het getalsmatig, en u hoort van mij geen uitspraak erover. We hebben 22 huishoudens die hebben gereclameerd, die zienswijze hebben ingediend, die bezwaar hebben gemaakt. Als we het gebied van 1500 nemen, want dat is toch zo'n beetje 1500 meter afstand, daar wonen 220 gezinnen. Is 10% versus 90% is dat draagvlak? Ik vind het een hele lastige discussie. Maar u heeft ook met z'n allen, u bent verkozen, u heeft met z'n allen in uw verkiezingsprogramma iets gezegd over duurzaamheid. In het coalitieakkoord is er dus over gezegd en in de debatten die we hier gevoerd hebben heeft u iets gezegd over duurzaamheid. Over onze doelstellingen aangaande duurzaamheid. U bent verkozen. Ja? U bent er niet op teruggefloten, zeg ik dan maar even. Tenminste, ik heb het niet vernomen. Ja? Is dat dan het draagvlak? Dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg, ja, draagvlak is wel een heel lastig begrip in sommige situaties. Ja? Dus ik zou me er niet aan willen wagen. Ik heb alleen een paar punten aan willen raken die volgens mij wel iets met draagvlak te maken hebben. Voorzitter, mag ik even een vraag aan de wethouder hierover stellen? Ja, dat mag. Ik was ook klaar, dus dat komt goed uit. Dat is fijn, want dan ben ik precies op tijd, want uw verhaal moet altijd afgemaakt worden, nietwaar? Nee, niet altijd, maar vanavond wel. Oké, heel fijn. U zegt, ik hoor u zeggen, ik vind draagvlak een ingewikkeld verhaal, maar ik hoor u daarbij ook bijna zeggen, daarom waag ik me er maar niet aan, u bent gekozen, u dient een besluit te nemen, laten we niet te veel luisteren naar de bevolking, klinkt daarin door. Terwijl we ook met z'n allen hebben gezegd, ook in de verkiezingstijd, we gaan samen optrekken met de bevolking om de juiste besluiten daarin te nemen. En inderdaad, 10% vind ik wel veel als het gaat over het indienen van zienswijzen, want daarachter zit natuurlijk ook nog een hele groep die niet schrijft, maar ook wel het zijn ervan vindt, niet waar? Ik vind het opmerkelijk dat u dingen hoort die ik niet gezegd heb. Dat is, maar goed, u mag horen wat u wil. Dat kan ik u niet verbieden. Ik heb juist aangegeven dat het een hele lastige discussie is. Is het nou veel als weinig draagvlak als 90% zich niet laat horen? Ik heb gezegd, ja, weet het niet. Is het draagvlak, is dat onder u? Is dat, moeten we vanuit die hoedanigheid het bekijken? Dus ik heb me er niet aan willen branden. Wat we geprobeerd hebben door voldoende informatie te verstrekken elke keer.
Elke keer maar weer. We hebben, ik weet niet hoeveel inloopbijeenkomsten gehad. We hebben nieuwsbrieven verstuurd. Ja? En ja, ik zie ook, zeg ik dan maar even, dat de laatste inloopbijeenkomsten... Ja, we zagen ook dat de belangstelling nam af. En dat snap ik wel, want als je al zo lang met iets bezig bent... dan denk ik ook dat je als omwonende of als inwoner er ook wel een keer zat van bent. Maar we hebben wel steeds ons best gedaan om aan te geven van nou, waar staan we nu? Wat gaan we doen? En geef daar uw reactie op. Dat zie je ook in de zienswijze terug. We hebben bepaalde dingen hebben aangepast. En dus in eerdere fases, bij eerdere rondes, is dat ook gebeurd. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet zeggen, ja, als we er nog meer aan gaan doen, ja, dan hebben we geen windenergie in dit gebied. En u heeft mij ook in het verleden de opdracht gegeven om hier mee verder te gaan. En dat hebben wij gedaan. Binnen de kaders van uw beleid. Ja, en op enig moment, ja, ik noem het maar even, komt het op schapenscheren aan. En dan is het aan u. Scheert u het schaap of scheert u hem niet? Om het maar even heel populistisch te zeggen. Maar volgens mij heb ik als portefeuillehouder, hebben mijn adviseurs en hebben de initiatiefnemers gehandeld binnen datgene wat u aan kaders heeft meegegeven. Oké, dank. Wat betreft dit agendapunt is mijn vraag aan de fracties, aan de raad, of het een bespreekstuk of een hamerstuk wordt voor de volgende vergadering. De conclusie is dat het een bespreekstuk is. Dan gaan wij door naar de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg herziening regels. Welke fractie mag ik daarover het woord geven? Dat is helemaal niemand. Dan concludeer ik dat dit naar de raad kan als hamerstuk. Agenda punt nummer 6. Vaststellen wijziging artikel 2.1.5 bouwverordening gemeente Hardenberg. Wie kan daarover het woord geven? Ook geen enkele fractie. Dan stel ik ook vast dat dit een hamerstuk wordt bij de volgende vergadering. En tenslotte agenda punt 7. Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. Kan ik daar iemand het woord over geven? Dat is ook niet het geval. Dat is dan ook een hamerstuk. Dan rest mij agenda punt 8, de rondvraag. Heeft er iemand een rondvraag? Ook dat is niet het geval. Dan sluit ik bij deze de vergadering en stel ik voor dat de raadsvergadering over 5 minuten gaat beginnen. Kijk even naar de voorzitter. 9:15, we zijn royaal vandaag. 9:15 begint de volgende vergadering.